Clubeigenaren Johan Bremer en Jeanette Meiles vragen zich nog steeds af hoe het kan dat er in hun club iemand wordt neergestoken. Wie naar binnen wil, wordt namelijk gecontroleerd. Iedereen wordt gevisiteerd. Het enige vervelende is dat vrouwen niet gevisiteerd mogen worden door een mannelijke portier. Dus daar zit wel een verbeterpunt misschien voor ons in. Wat we ook al gelijk hebben gedaan door een metaaldetector te kopen die dan geplaatst gaat worden. Maar ja, 100% kan je je zaak niet beschermen, helaas. Er wordt na de steekpartij een mes gevonden. Al is niet duidelijk of dat het steekwapen is. Maar het mes wat gevonden is, is zo klein dat kan een vrouw in een BH stoppen of ergens anders. Daar mogen wij niet fouilleren. Daar zou een vrouwelijke beveiliger ook niet mogen fouilleren. En dus valt Club Life niets te verwijten, vinden de eigenaren. Machteloos voel je eigenlijk. En meer, het is niet de schuld van de ondernemer. Er gebeurt iets doordat mensen een vechtpartij veroorzaken en daarbij wordt iemand neergestoken. Ja. Dat kan overal gebeuren, maar de ondernemer die wordt gestraft. Als Van Aartsen besluit Club Life 3 maanden te sluiten, vrezen de eigenaar het ergste. En 3 maanden sluiting is gewoon funest voor je zaak. Ja, wat vrezen jullie dan? Als 3 maanden dicht zou moeten, dan weet ik niet of we nog ooit open kunnen.